Oh, echt te snel voor mij. Nou, ja, dit is ook niet mijn kwaliteit. Zullen we snel naar een gewicht, of niet? Ja, dit is... Wacht. Kom, en door. Dan weet ik zeker dat ik dans met jou. Every day you spin me round and round. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. We zijn vandaag bij een sportschool. Ik denk om aan onze conditie te werken voor Polen. Maar er is ons verteld dat er nog iemand komt. Ik heb geen idee wie. Wie denken jullie? JJ Bosker? JJ Bosker kan. Wat denk jij? Ik heb echt geen idee. Ik ook niet, dus laten we naar binnen gaan. Oké, als het goed is het hier. Ik heb alleen net de opdracht gekregen dat we heel even moeten wachten. Want als het goed is, komt degene die ons zo een les gaat geven zo meteen naar buiten. Spannend. Ja, ik ben gevraagd om die jongens vandaag even te trainen en om te kijken of Mathieu er helemaal klaar voor is. Zowel conditioneel, het zingen en het dansen. We gaan het eens even checken vandaag. Daar is hij, de grote winnaar. Oké, deze had ik niet zien aankomen. Hallo, wacht even. Verrassing, jongen. Oh. Jongens, hoe is het met de zenuwen? Goed. Ja, ik voel hem wel. Weet je, nu al. Ja. Wel, ja. Hoe zit het een beetje met je conditie en met je kracht? Wel oké. Okay. Ja. Okay. Ik denk dat het beter kan, maar het gaat oké. Okay. Nou, vandaag gaan we trainen, jongens. Zin in? Ja. Kom, gaan we naar binnen. Let's go. Ja, hier zijn we dan, jongens. Dit is de sportschool waar ik dan vaker train. En vooral in periodes, zoals jullie nu eigenlijk ook. Je gaat ergens naartoe werken. Dus hier gebeurt het. Zijn jullie een beetje klaar voor? Zeker. Ja, ik ben al omgekleed. Jullie nog niet zo te zien. Gaan jullie even snel omkleden? Ja. Dan gaan we snel beginnen, ja? We staan hier al een tijdje en we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me, het duurt te lang. Jongens, het duurde even, maar ze zijn er. Outfits allemaal goed, is er over nagedacht? Helemaal in het wit zie ik. Ja, we gaan voor wit. Jullie gaan voor wit, te gek. Nou, dan gaan we maar beginnen. Gaan we die kant op. Yeah, gaan ervoor. Yeah, let's go. Aan, dus gewoon even lekker een sprintje. Wie is de volgende? Ja, samen wordt lastig, jongens. Nou, daar ga ik. Helemaal top. Oké, nou jongens, nu ben ik in de beurt. Ik denk dat ik gewoon zo moet gaan lopen. Jullie zijn dansers, dus ik denk een touwtje springen, dat zit zeker wel goed. Ja. Ja, ik denk zelfs dat jullie dat beter kunnen dan ik. Zodat we doen, hebben we nu een beetje warm gelopen, gaan we een touwtje springen, doen we even een parcoursje. En dan misschien kunnen we gaan een gewicht hangen, optrekken. Ja? Okay. Dat je biceps in polen even helemaal strak staan. Ja, gaan we die kant op. Marikei, ben jij een beetje goed in touwtje springen? Ik ben alles behalve goed in het houtje springen. Oh, nee, dat is echt top. Nee, dat is niet mijn kwaliteit. Ik ook niet, dus we zijn jij ook niet? Nee, ik ook niet. Zullen we het even samen proberen? Oké, okay, let's go. Oké, dan. Hey, en tijdens het springen, zullen we dan ook even proberen om te zingen? Oh, dat is nog moeilijker. Dat is natuurlijk de kunst straks, hè? Ja. Begin je achter of voor? Ik begin volgens mij zo, toch? Oh. Oké, okay, daar gaan we, ja? Oké. Okay. Dan weet ik zeker dat ik dans met jou. Zweven als een afstoot. Echt, het gaat snel voor mij. Dan ben ik zeker dat... Nou, ja, dat is ook niet mijn kwaliteit. Zullen we snel naar een gewicht, of niet? Ja, dit is... Wacht. Kom, en door. Ivano voelde zich in het begin van de dag gewoon niet zo lekker. En nu voelt hij zich helemaal niet goed. Hij heeft hoofdpijn en zo, dus hij doet even niet meer mee. Maar wij gaan wel door. Dus, wij gaan door. Wat gaan we doen? Wij gaan even opdrukken, toch? Zijn we al een beetje warm? Ja, we hebben vandaag gesprongen, een beetje warm gelopen. Gaan we nu even opdrukken? 1, 2. 3. Kom, zakken met jij. 8. 9. Kontje omhoog. 10. Dat is niks, joh. Oh. Helemaal niks. Dat is niks, nee, zeg. Stel niks voor. Ik ben heel goed hier. Kom eens een 3, zeg je. 3. Ik ben hier niet goed in. 4. 5. Ik denk dat het leuk is als we een wedstrijdje tussen Kai en Milan gaan doen. Ik vind het goed. Ja? Nou, kom maar op. 10. 11. 12. 13. 14. Oh mijn god, jongens. 16. Ik ga even koffie halen, ja. Mila krijgt ons wel. Oh, en waar ben je nou? 25. Hij heeft het goed gedaan, maar mijn armen zijn net niet sterk genoeg.
Ja, jou, ik vind het heel netjes. Nee, maar jullie zijn op dit moment zoveel aan het trainen en dansen, joh. Dus jullie zijn back af. En ik kom hier gewoon even lekker fris aan. Ja, dan is voor mij natuurlijk makkelijk. Zullen we even aan de gewichtjes? Is goed. Ja? Gaan we deze kant op. Echt niet mogelijk. 22 kilo. Ik heb ook nee. Tot waar red jij het? Ik kom niet verder dan de 28. Dat is wel echt mijn max. Doe je niet naar. Ik hou het bij de 5. Nou, dat is hartstikke netjes. Oké, jongens, deze voor de armen, voor de biceps. We halen hem zo omhoog. Ja, en doen we hem om en om. Yes. 9. Laatste, ja. Hoppa. Hey, dat weten jullie. Wat zijn de echte stretch oefeningen? Wat is goed om te doen? Deze? Ja, en deze. Oh ja. We zijn nu natuurlijk een beetje aan het sporten. Maar kunnen jullie mij toevallig ook een dansmove leren hier? Ja. Je pakt hem maar de bovenkant van je broek. Ja. En dan stap je eerst naar rechts open. En dan doe je hetzelfde, maar dan naar links. Zeg maar. Ja. Dus 2. En als je de volgende keer rechts gaat, dan doe je een wijzer bij. Dus zo. En dit gebeurt dan in het refrein? Of waar zit dit? Dat ik dans met jou. En dan? Wacht. Bij de finale hebben we dans met jou gedaan, dus dans met jou. Ja? Maar nu dus speciaal voor Polen hebben we dus het refrein Engels gemaakt. Nee, zodat ze dus in Polen het goed kunnen verstaan. Oh, en dus nu gaat het? Hoe gaat het nu? Cause I only wanna dance with you. There's nothing else that I won't do. I only wanna dance with you. En dan het laatste stukje. Gaaf, man. Dance with you. Wat zijn we aan het doen? Heb je een grote lunchbox mee? Nee, wij gaan even optrekken. Ik denk, ik zet er even een kratje onder. Of een kist. Dan kunnen we erbij. Nou, zal ik dan maar eerst, jongens? Ja? Of zullen we doen? Zullen we 5 proberen? Ja, is goed. 5. Ja? Oké. Okay. Nou, ik ga echt niet de 5 halen, denk ik. Ik denk de 2. 3. 4. Laatste klop. 5. Hoppa. 1. 2. 3. 4. Laatste. Zakken. Hoppa. Netjes. Hoeveel denk jij nou dat ik er ga halen? Laat het even weten in de reacties. Ik denk 17, jongens. Wat denken jullie? 17, 18, 19, laatste, 20. Oh, 20, jongens. Ik heb er 20. 50. Ja. Kom op, laatste. Netjes, man. We hebben een touwspringen natuurlijk gedaan. Ja, dat ging niet helemaal lekker. Zullen wij anders even de loopband op? Ja. En dan kijken of het dan lukt. Dus dan gaan we even conditie checken en tegelijkertijd het zingen. Dan ga ik zingen en rennen tegelijkertijd. Doe je met me? Ik doe met je mee. Ik ga vanavond weer de stad in. In de hoop dat jij er ook zal zijn. Ik heb een leven erop gewacht. Je zit nog steeds, hij kent hem. Gedachten. Ik denk steeds weer aan jouw lach. Ik heb mijn boys al lang gebeld. Is over jou verteld. We gaan vanavond weer op stap. Cause I only wanna dance with you. There's nothing else that I won't do. I only wanna dance with you. Hey, we zijn al 6 minuten aan het rennen, joh. Ik vind het wel goed. Volgens mij zit het helemaal snor. Ik denk het ook. Toch? Lekker, man. Wanneer vertrekken jullie naar Polen? Volgens mij vliegen we 16 november. 16 november, ja. Oké. Okay. Het valt mee, nog een klein maandje. Ja, het is, gaat snel. Spannend. Ja? Ben je een beetje nerveus nu? Beetje. Ja, want er gaan miljoenen mensen naar kijken. Ik weet het. Denk je? Ja, nee, maar denk je daar veel over na? Nee, nog niet. Het is onwijs bijzonder, joh, dat jullie dit mee gaan maken. Ja. En hoe zit het met de fans? Hebben jullie hier in Nederland al een beetje fans opgebouwd? Ja, wij als dansen natuurlijk nog niet heel veel, maar ja, er zijn wel wat fans. Ja, jullie komen toch op tv. En hoe zit het met jou? Word je al achterna gezeten op straat? Nee, dat valt nog mee. Ik had het hiervoor natuurlijk ook wel, maar nu is het wel wat meer. Zo van Mathieu, snap je? Ja. Ja, je hebt wel gewoon de finale titel op je plek staan. Ja. Gewoon de winnaar. Winnaar, ja. En ik was natuurlijk bij de finale en toen heb ik de act gezien. Maar gaan er nog dingen veranderen voor Polen? Ja, zeker. Het liedje, wat gaat er nog gebeuren? Het liedje wordt wat anders. Het refrein wordt Engels helemaal. En dan komt er iets bij de tafel. Ja, ik weet het.
We weten het nog niet. Wij weten het nog niet. Mogen we dit nu bekendmaken? Dat is nog een verrassing eigenlijk. Het is nog een verrassing. Ja. Ja, jullie gaan in tutus en een ballet en zo. Dat... En waar hebben jullie het allermeeste zin in, straks bij de grote finale? Het optreden. Ja. Het gevoel dat je voor al die mensen staat. Dat is het leukste. Ja. En dan een moeilijkere vraag, maar wat denk je dat je het spannendst gaat vinden? Of misschien het minst? Of dat je denkt, oh nou, daar zie ik wel tegenop. Ik denk net voordat ik op moet. Zullen we afspreken? Team links, team rechts? Ja. We gaan even een parcoursje doen, einde van de training. Eens even kijken wie er nou het fit zijn aan het einde van deze dag. Dat zijn wij natuurlijk. Ja, nou, ik voel concurrentiestrijd. Wat we gaan doen, we staan hier naast de slee. Yes. Eén van jullie, één per team, brengt deze snel naar de overkant. Op het moment dat je aan de overkant bent, start de ander hier bij de touwen. De tabata, dus dan moet je die touw omhoog zwieberen. 10 keer. 10 keer. Daar gaan we dippen, dus dan ga je er zo op. Ook 10 keer. En jongens, en deze vinden jullie denk ik het leukst? De burpees. Welk team denk jij dat er wint? Team A of team B? Laat het weten in de poll. Hierom. In 3, 2, 1, start. Yes. Yes. 4, 5, 6. Kom op, over de helft, joh. 7, 8, kom op, tempo. Hoppa, 10, stop de tijd. Het eerste team heeft het in 36 seconden gehaald. Hé, Mathieu, ga je eroverheen? Ik ga mijn best doen met Abel. Abel, gaan we het beter doen? Sowieso. We moeten dus minstens 35 seconden halen om te winnen. Ja. Gaat ons dat lukken? Tuurlijk. Oh. Ja, dat is geen vraag toch? 2, 1, start. Kom op, tempo, 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 tempo. Ja. 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, laatste, 10. Yes. Snel, snel, 7, 8, 9, laatste, kom op. Tot de tijd. Respect af. Ja? De heren links hadden een score van 36 seconden. Yes. Team Mathieu. Toen ben ik aan een ander moment. Ja. En de winner is... de 12 points. Ja. 40,5 seconden. Yes. Boom! Ja! Lekker, jongens. Ja, toch? Jongens, was gezellig. Yo! Nou, gefeliciteerd. Ik ga het overnemen. Maar een lekkere training. Ik zie vanaf nu. Ja? Top. Zit me goed, hè? Jullie zijn er helemaal klaar voor. Zeker weten. Komen we eraan, hoor, Paulen. Eigenlijk hadden we hoop moeten winnen, man. Ja, jongens, er kan helaas maar één team de winnaar zijn. Ja. Ach ja. Hey, dit was wel een hele lekkere training. Hoe vonden jullie het? Echt leuk. Jongens, willen jullie nog wat weten? Of willen jullie misschien nog wat vragen? Ja. Hoe bereid jij je nou voordat je opgaat, voordat je moet optreden? Ik probeer altijd heel rustig te zijn. Dus als ik bijvoorbeeld ergens om 8 uur moet zijn, dan zorg ik dat ik er om 7 uur ben, zodat ik een soort van in alle rust lekker die kant op ga en dat ik geen stress heb, geen haastig gevoel. Heel veel inzingen, dan onderweg al. Nou, jij bent er natuurlijk lekker van tevoren al, dus jij kan gewoon in de repetitieruimtes kan je jezelf helemaal klaarmaken. Maar heel veel inzingen, ik drink altijd appelsap, dat is echt een tik, maar voordat ik opga drink ik altijd appelsap. Dus dat is een soort van, ja, dat is erin geslopen en nu moet ik het ook echt voor een show, want anders een beetje bijgeloof. Maar uiteindelijk, na de eerste 10 seconden, is het gewoon puur genieten en dan doe je alles op de automatische piloot. Maar dan met echt dat geluksgevoel, dat je daar gewoon mag staan en dat je op een podium mag staan en dat je lekker muziek mag maken. Ja. En ik denk dat dat werkt uiteindelijk het allerbest. Maar ja, nu hebben wij fans, maar jij hebt natuurlijk veel meer fans dan ons. Dus nou, dat wil ik niet zeggen, jongens. Nou ja, maar hoe ga je... Maar we weten allebei een beetje hoe het voelt, inderdaad. Ja, maar hoe ga je met fans om? Nou, ik moet toegeven, ik vond het in het begin best wel lastig. Ik was 16 en ja, ik vond het wel gek als ik dan op school aankwam en dan stonden er soms bij de fietsenrekken stonden er dan meiden vooral dan van andere scholen te wachten en ja, die weten dan wie je bent en die willen dan ineens foto's en overal waar ik kwam, als ik met mijn familie uit eten ging, dan een tafel daarnaast, die willen dan ook ineens een foto. Dus ik vond het in het begin wel een beetje lastig, maar uiteindelijk, het is gewoon heel bijzonder dat mensen je herkennen door datgene wat jij heel leuk vindt. Dit was de training. Ik hoop dat jullie er helemaal klaar voor zijn. Zeker. Dat jullie die show helemaal kapot gaan maken in Polen. Dat jullie gaan knallen. En dat jullie gewoon met een hele mooie trofee terugkomen naar Nederland. Ik hoop het ook. Gek. Zet hem op, boys. Heel veel plezier en heel veel succes. Dankjewel. Het is nu tijd om de video af te sluiten. Weet je al een beetje, heb je een beetje ervaring van hoe moet de video afsluiten? Ja, een beetje thumbs up. Ja. Abonneren. Abonneren, zeker. Toch? Laat een leuke reactie achter. Reactie zeker achter. Doen. Ja. En tot de volgende video. Dat was hem. Doei! Doei.